taal ben ik een man ook. Of ik weet niet buiten hebben of ik een half kwaad. Ja, oké. Jojo. Jo. Delegatie komt niet. Ik hoop ook van de Goedemiddag allemaal. Dank u dat we welkom zijn. Ja, we zijn hier als bijzonder bezorgde agrariërs. U denkt wel wellicht van te zien lachende gezichten. Nee, het huilen staat ons uit, maar het lachen. We hebben allemaal te maken met een draak van de wet. Waar het nou uitziet als mensen hun gezond verstand niet gebruiken, dat die daarna aangenomen gaat worden. Dat zal heel veel problemen gaan geven op het platteland, in de kleine kernen, eigenlijk voor alle plaatsen, eigenlijk alle lagen van de bevolking. Voedsel wat wellicht niet vrij is, minder voedselzekerheid, in ieder geval een duurder voedselpakket. Af en toe heeft ieder gemeente ook wel iets gemerkt van dat mensen wel eens onrustig worden, een beetje zenuwachtig van ja, wat gaat er gebeuren in politiek, hoe staan jullie erin? Wij weten dat Winterswijk op zich er niet verkeerd is, zo helder moet ook zijn. Natuurlijk al jaren met dat beltje gehakt dat je een aantal natuurgebieden hier in de gemeente hebt. Maar neem niet weg dat we toch vinden dat vanuit de gemeente in algemene zin veel te weinig druk, veel te weinig invloed zichtbaar is in Den Haag en er blijkt wat aan die samenhangt. Maar uiteindelijk alles wordt gedelegeerd, provincie en de gemeentes die zullen moeten gaan uitvoeren. Het is een zware taak, beseffen we ons. Maar we willen nogmaals veel harder benadrukken nog dat het echt noodzakelijk is dat op uw gemeente, onze alle gemeenten, dat daar veel meer energie vanuit gaat van Den Haag. Wij willen van alles, maar wat jullie willen, kunnen wij niet uitvoeren. Daar hebben we een mooi brief voor opgesteld en wil ik graag mijn collega het woord geven. Ja, dankjewel. We komen net van de gemeente Aalten vandaan en we zien Aalten, Winterswijk en Oostgelder als een soort van, in ieder geval ons eigen woon-leefgebied. En dat we daarbij enorme zorgen hebben, Ronald heeft het juist verteld over de ontwikkelingen zoals die nu voorliggen. Daarvoor hebben we een brandbrief opgesteld en die wil ik graag voordragen. Via uw geachte gemeenteraden, burgemeesters en wethouders. Met de voorgestelde plannen van het kabinet rond de stikstofreductie, die het kabinet met de Kamerbrief van minister Van der Wal en stafhouder aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, is er grote onrust ontstaan bij de agrarische ondernemersgezinnen, ook in deze gemeente Winterswijk. Of misschien moet ik zeggen, wel juist in deze gemeente Winterswijk. Vele boerengezinnen, gezinnen waarvan de kostwinnaars in aanverwantsectoren werken en dienstverlenende bedrijven, zijn in onmenselijke, perspectiefloze onzekerheid gestort door overheidsfalen dat grote gelijkenis vertoont met de afhandeling van de mijnbouwschade en de toeslagenaffaire. Meer en meer wordt duidelijk dat er veel mis is gegaan bij de overheid bij de totstandkoming van de plannen. Zo wordt er met gedateerde data gewerkt, wordt er niet gemeten, wordt er met modellen gerekend die daar niet geschikt voor zijn en worden er meerdere afspraken rondom planloze schaduwwerking geschonden. En dan doen we op de Nieuwe Natuurnetwerk Nederland. Inmiddels zijn er velen die al sinds 2019 de vergunde status kwijt zijn en de bedrijven zitten daarmee op slot. Geen investeringen meer kunnen doen en bedrijfsovernames die stil komen te liggen. Zijn daarvan het gevolg? Banken investeren namelijk niet meer in bedrijven die geen geldige NB-vergunning hebben, geen geldige pasmelding hebben of die als interimmers niet vergund zijn. En daar komen de kaartjes van de minister nog eens een keer overheen, waardoor de banken gewoon helemaal niets meer doen. Alle beloften ten spijt zijn er nog steeds geen vergunningen verleend. Sterker nog, het kabinet heeft een perspectief loos draconisch stikstofreductieprogramma over de schutting van de provincies gehoord. Vele bedrijven dreigen mee hier te verdwijnen, uit onze provincie en ook uit deze gemeente. Er wordt op geen enkele manier naar ons geluisterd en niet met de sector samen gezocht naar oplossingen.
Volgens ons is er maar één oplossing mogelijk. En dat is het plan naar de prullenbak verwijzen. Opnieuw naar de tekentafel. Er moet een wetwijziging komen waardoor de kritische depositiewaarde als enig juridisch toetsbaar instrument voor de bepaling van de toestand van de natuur uit de natuurbeschermingswet wordt gehaald. Wij zijn ten aan de raad en vragen u en de colleges en de gemeenteraden onze steunen in het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken te stoppen met het doorvoeren van deze plannen. Tot nu toe hebben wij ons altijd constructief opgesteld door overleg te gaan, ook bij de acties. Dit heeft op onze voorkeur moeten blijven doen. Mocht het kabinet, de Tweede Kamer, besluiten toch door te gaan met de beleidsvoornemen en mocht de provincie en de gemeente daar uitvoering aan geven, dan blijft ons geen andere keuze dan hard in het verzet te gaan. Er is genoeg. Het aantal zelfmoorden onder de collega's is nooit zo hoog geweest. De eerste faillissementen zijn een feit. En er is alleen maar duisternis aan het einde van deze tunnel. Het continu framen van de sector eist zijn tol. Wij rekenen op u als inwoners van deze gemeente dat u niet toe zult laten gebeuren dat de sociale cohesie van het platteland wordt ontwricht door het wanbeleid en dat u het signaal onverkort overbrengt naar Den Haag op alle mogelijke manieren die u daar toe staat. Wij rekenen op u voor uw boeren, uw burgers en uw leefbaarheid van het platteland. Dank u wel. Hier in het huis een goede plek zal krijgen en dat de colleges en de gemeenteraad er hier kennis van kunnen nemen en hier in navolging van de gemeente Aalten heb ik juist gehoord waar een motie is aangenomen met een vergelijkbare strekking maar het dan ook niet alleen blijft bij een motie maar ook uitvoering aangegeven wordt. Maar goed, dat is vooruit loopt op. Ik hoop vooral dat dit signaal, ik hoop dat het duidelijk en helder signaal is dat dat wordt. Dat hebben jullie zeker gedaan. Ook grote getallen zie ik, dus het leeft. Dat wisten we natuurlijk ook al, dat volgt het nieuws natuurlijk allemaal. Ik weet zeker dat het college heel graag aanwezig was geweest vandaag om hier te woord te staan, om u aan te horen en de statement in ontvangst te nemen. Dat ga ik doen voor u. En weet in ieder geval dat we allemaal met jullie meeleven. Wij weten ook dat het op de provincie aan tafel ligt, maar weet in ieder geval... Ja, als er geen perspectief is, hè, zoals het ook elke keer geschetst wordt, dat het een hele zware tijd voor jullie is. En weet dat wij allemaal met jullie meedoen. En dit zal ik in ieder geval voor zorgen dat dit bij het college en bij de raad komt. Dank daarvoor. Maar het is echt, vooral ook hier in Winswijk met die Natura 2000 gebieden, ligt het er natuurlijk niet om. En ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van een bestuurder die moet gaan vertellen dat een boerderij die al generaties lang... in en met de natuur werkt, in één keer in schoenen geschoven krijgt van maar jij moet verdwijnen om dat de natuur te redden. Boeren zijn niet tegen natuur, laat ik dat ook heel helder stellen. Wij zijn allemaal met die natuur en we hebben daar ook gevoel bij. Maar hoe het nu neergezet wordt, ja, dat raakt ons bijzonder diep. Dus, nou, dit is echt een hele serieuze oproep om alles in het werk te stellen. En dus ook de kanalen te benutten naar Den Haag of ook met de provincie. En de provincie is tot nog toe van goede wil. Laten we ook zorgen dat we die in die zin bij ons houden. Dat we daar gelijk in op blijven trekken. Want het gaat wel om de inwoners van uw gemeente. En ja, die rekenen ook op uw inzet daarop. Ja. Dank u wel. Allemaal bedankt. Ik wil misschien nog één ding aan toevoegen. Wanneer we hier rondkijken, is dit een slecht voorbeeld? Heb je mensen die of kaal of grijs of een buikje krijgen? De gemiddelde leeftijd hier, allemaal jonge bedrijfsvervolgers, potentiële bedrijfsvervolgers. Allemaal mensen die er zin in hebben om verder te gaan voor een lekker, gezond stukje voedsel voor Nederland te zorgen. Nou, die kans mag er niet ontnomen worden. Jullie boodschap is echt glashelder. Wat gaat u ermee doen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Want dat u met ze meeleeft, ja. Hartstikke mooi, aai-paai. Maar daar hebben deze mensen geen boodschap aan. De toekomst van deze jonge boeren komt in het gedrang omdat de beslissingen worden genomen op basis van modellen. Wat vindt u van die modellen? Nou, weet staat u daarachter? Ik ben geen wethouder, of wat ook maar. Als u een reactie verwacht van het bestuur, dan zal het bestuur, dan kunt u vragen stellen aan onze communicatieafdeling. En die zal de bestuurder de vraag voorleggen en u krijgt gewoon antwoord op de vraag. Ja, maar het is niet aan mij om daar antwoord op te geven. Goed, maar het enige wat ik wel kan zeggen is... Goed is voor de beeldvorming,
Ja. Het college had je graag geweest en die zijn naar een nationaal congres toe. Anders waren ze geweest. Mag ik u vragen als mens tot mens? Hè? Want voor mij gaat het allemaal uiteindelijk om een mensenrechten schending. Wat er op dit moment gebeurt. Generaties boer, die generatie voor generatie het bedrijf overgeven aan de volgende generatie. Dat wordt nu abrupt gestopt op basis van modellen. Die uiteindelijk niet onderbouwd kunnen worden, hè, zoals we horen de laatste tijd. Wat doet het met u, hoe dat voor die boerengezinnen is? Nou, het enige wat ik erover kwijt wil en mens. Kwijt kan, en wat ik op de grond van mijn hart ook kan zeggen, is we leven allemaal mee. En hoe leeft u? Nou, wij voelen ook de onmacht van wat gebeurt er nou eigenlijk met onze boeren, wat gebeurt er met het buitengebied, hoe gaat het nu verder? Nou, dat is een vraag die wij niet zo 1-2-3 beantwoord kunnen hebben. En als u wil weten hoe de gemeente Winterswijk hierin staat, nou, dan denk ik dat u de vraag even aan de bestuurder wil stellen. Want die zal die vraag gewoon heel goed kunnen. Heeft de gemeente Winterswijk invloed, denkt u? Of is het eigenlijk een verloren zaak? Nee. Want dan zou dat heel eerlijk zijn. Ik snap die vraag en die vind ik ook heel begrijpelijk. Maar ik denk dat u die vraag echt even aan de bestuurder wil stellen. Nou, ik zou u meegeven. Ja. Misschien dat u het door kan en dat de antwoord krijgt. Nou ja, ik wil voor alles doorgeven. Maar makkelijk als de pers zelf heeft contact zit met onze communicatie. Ja. Dan is dat de rest is aan de komende donderdag raadsvergadering. Wacht u daar nog een reactie op een statement van de politieke partijen omtrent deze zaak? Geen idee. Dat is bij u nog niet bekend. Dat is mij niet bekend. Maar dit document kan wel meegenomen worden in de raadsvergadering van volgende donderdag. Ik zorg ervoor dat het document wat u aan mij verhandigd heeft, dat in ieder geval bij het college komt. En ik vermoed bij zo'n dat ook op de raadsvergadering wordt gesproken. Ja? Oké, dankjewel. Dank voor uw komst allemaal. Kijk, ze hebben het meegemaakt.